Zeg het met zedem. Aan de Bessemoerstraat is altijd wat te beleven. Op een mooie zaterdag tref ik een bezige buurvrouw die druk in de weer is met korrels grind. Of, nou ja, grind. Granulaat. Granulaat? Ja, precies. Daar komen plantjes. En daar komen plantjes op. Het is granulaat, zo blijkt. Een gewasbeschermingsmiddel. Een aantal woningen in de tuinwijk is verkocht als zogenaamde kluswoning. Dat betekent dat er allerlei handige nieuwe buren zijn neergestreken in de wijk. Pier en Harriet hebben op een braakliggend stukje van de brandgang ook een schuur gebouwd, waaraan verder geklust kan worden. Er komt zelfs een soort tuin op het schuurdak, een zogenaamd sedumdak met vetplantjes. Houdt dat allemaal als je daar dat spul op gooit? Volgens mij zitten hier wel goede daken op, dus dan lukt het wel. Ah, gaan we die allemaal groen maken. Leuk. Wij hebben hier dan weer een extra dikkere laag op, zodat je veel meer verschillende soorten planten op kunnen. Dus dan kun je iets van 15 soorten. Dan heb je weer iets dikkere laag nodig. Voordat we daar kun je met de laag van groen 7 centimeter op doen. Ik zie volgens mij een gat daar. Er zijn hardere maatregelen nodig. Ja, gewoon een compleet nieuw dak. Ja. Maar zoals dat daar, dat is allemaal spontaan ontstaan, al die sedumtjes. Wel, hè? Ja. Leuk. Dat is wel gaaf. Ja. Ziet er ook mooi uit. Vind je niet poes? Jawel. En welke planten wil je hierop? Vooral sedumplanten, maar ook wel planten die deze hoogte halen. Doordat je heel veel zon hebt, sterft dus het onkruid omdat het te weinig water krijgt. En de andere plantjes die hebben wel goede wortels en die overleven het. Een week later mag ik een kijkje nemen vanaf het balkon van Pier en Harriet naar het resultaat. De plantjes bedekken het dak van de schuur en groeien er al lustig op los. Zodat niet alleen het balkon er fleurig bij staat, maar de schuur ook. Het moet nog wat groener worden. Maar dan heb je ook wat. Ja. Ik vind het er zo al heel wat uitzien. Hij valt nu een stuk minder op. In het begin hadden we echt zoiets van, wat een enorm dak. Wat is hier geland? En nu is het gewoon iets wat in de omgeving past. Wel, hè? Ja. Dat gevoel heb ik nu ook. Ja. Nu de andere schuurdaken nog. Dat zou een mooi gezicht zijn. Mensen, de nummer 3 van vanmiddag van The Voice of Bayern 2012 is geworden Sabrina! Sabrina! Nummer 2 van The Voice of Bayern 2012 is geworden Lois! Van The Voice of Bayern 2012. Even handen zien. Die is voor Gabrielle. Die is voor Jacobien. Sorry, maar er kan er maar één de winnaar zijn. Hij wint de winnaar van The Voice of Bayern 2012. Yeah.
De derde prijs is geworden. Sabrina! Sabrina geeft jou even een prijs. Sabrina is nummer 3 geworden. Dan, nummer 2 is geworden. Esme! Van Bijen 2013 is... Romy! De Voice of Bijen 2013, dames en heren. Eerste prijs, Romy. Romy! 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 Het is zo leuk om te zien, om die kind te zien op het podium. Dankjewel en tot volgend jaar. We are all my friends. We're all misunderstood. You say we stand for nothing. There's no way we ever could. Everything that's going wrong in the world and then to me. Just feel like we don't have the means to rise above the meeting. So we keep waiting, waiting on the world to change. Keep on waiting, waiting, waiting on the world to change. You
Tot de volgende keer!